Het alsmaar toenadering zoeken in een relatie of de ander vast willen klampen, vast willen houden, dat is een vorm van onveilig gehecht zijn als kind. Waarbij je de angst had dat de ander, de verzorger, de opvoeder, jou zou verlaten. Dus je bent gaan uitreiken. Je wilde die persoon vastklampen, zodat die niet meer weg zou gaan. En als je die neiging hebt vanuit de imprint die er is vanuit jouw hele vroege jeugd, dan blijf je dat vaak doorvoeren in de volwassenheid, in jouw huidige relaties. Dat gaat onbewust. En je trekt dan een partner aan die ook onveilig gehecht is, maar die de vermijdende stijl heeft. Dus die vanuit zijn of haar opvoeding geleerd heeft dat het veiliger is om je niet te hechten en om afstand te nemen. Die persoon heeft dat weer geleerd omdat die in zijn opvoedingsstijl of in haar opvoedingsstijl een ouder had die zich aan hem of haar vast probeerde te klampen, fysiek of emotioneel, waardoor die zich helemaal verstikt voelt. En waarom trek je die persoon aan? Omdat jij met de verlatingsangst, jij die bang bent dat de ander jou zal verlaten, in feite ook net als die ander die jij aantrekt, die ander met die bindingsangst, een angst hebt voor intimiteit, een angst hebt voor verbinding. Je klampt die ander wel vast om te zorgen dat hij niet zal gaan, maar je bent zelf ook als de dood voor intimiteit. Juist omdat intimiteit verbonden is met de angst om die ander weer te gaan verliezen. En die angst komt weer voort vanuit je vroegste jeugd. En als jij degene bent met die verlatingsangst, dus die zich wil vastklampen aan de ander, en de ander zou omdraaien in zijn reactie, want degene met de bindingsangst, die heeft ook angst voor intimiteit. Dus als jij op een gegeven moment besluit, als degene met verlatingsangst, om afstand te nemen, dan zal degene met de bindingsangst juist naar jou toe komen. Dan slaat dat bij de persoon met de bindingsangst om in verlatingsangst. En dan zul jij degene zijn die zich terugtrekt en die het deel van de bindingsangst gaat leven. En de neiging om je vast te klampen aan de ander kan zich uiten op hele verschillende manieren. Het kan zijn dat je alsmaar appjes stuurt en die ook meteen beantwoord wil hebben. Dat je daarin ook manipuleert. Dat je bijvoorbeeld net doet alsof je heel geïnteresseerd bent in de ander met zo'n appje. Maar eigenlijk wil je een antwoord van die ander waardoor jij het gevoel krijgt dat die ander jou ziet, dat je nog weet dat jij mag bestaan. En door die ander wordt die claim gevoeld. Dus jij kunt dan, alsgene met verlatingsangst en met de neiging om je vast te klampen aan de ander, het gevoel hebben dat je heel sociaal bent en vriendelijk bent en oprecht geïnteresseerd bent in de ander,
En dat je zoveel deelt met de app of met de mail of met telefoontjes of met briefjes of met bezoekjes aan de ander. Of aan, als je in hetzelfde huis woont door steeds in de aanwezigheid te willen zijn van de ander. Maar er zit een claim achter dan. Er zit een soort zuigkracht aan van zie mij en waardeer mij. En door de ander wordt dat als een belasting ervaren. Omdat hij geen vrijheid meer heeft om ook niet met jou te mogen zijn. Om ook in de eigen wereld te mogen zijn. En met de eigen vrienden of op de eigen plek of op een eigen vakantie of met de mogelijkheid om eens een keer een dag niet op een appje te antwoorden. Of om geen antwoord te geven op je vraag. Iemand die daar heel mooi over schrijft, ik vind dat echt een prachtboek, dat is het boek Liefdesbang van Hannah Kuppen. Ik worstel zelf ook heel erg met, of ik zeg ook, ik weet niet of jij dat ook hebt natuurlijk, maar met het thema angst voor intimiteit, angst voor verbinding. Ik herken me het meest in degene met de verlatingsangst. Dus ik ben ook geneigd om iemand aan te trekken die bindingsangst heeft, omdat dat ook veilig is. Ik reik weliswaar uit. Maar als ik met iemand in contact ben die ook vanuit de bindingsangst ook weer afstand neemt, is dat veilig. Omdat dat een soort ruimte schept waarin er niet te veel intimiteit hoeft te zijn. En ik groei daarin, omdat ik daarin naar mezelf kijk, daarin ook feedback vraag van mensen die hiermee kunnen werken, omdat ik experimenteer met nieuwe manieren van me openen, van omgaan, van het gaan zien van daar is de grens van de ander, hier kan het contact zijn en dan komt er weer ook afstand en om te leren om daarmee te zijn en om dan de verbinding niet te verbreken, maar ondanks dat er afstand was, toch weer de verbinding daarna aan te gaan, dat is een heel proces. Dus dat is een proces in de interactie met de ander. Het durven zien van wat er bij je speelt. Het ook durven gaan naar de pijn die je vroeger daarop hebt gehad. Dat waar je de verbinding niet gevoeld hebt. En het is belangrijk om steeds meer ook te leren om met jezelf te zijn, in je lichaam, met je eigen emoties, met je eigen angst voor verlating, met je eigen body, waarin je voelt, oh, hier ben ik veilig, hier woon ik. Met je eigen emoties die je leert containen. En met het in hele kleine stapjes leren hoe je je kunt openen op een manier die nog veilig voor je voelt. En als het nodig is, weer een beetje te sluiten. Dat is een hele ontwikkeling. En zelfs als je dat nooit geleerd hebt, dan is er toch de mogelijkheid om dit alsnog te gaan leren. En elk klein momentje waarop je je kunt openen of waarop je in verbinding kunt zijn
En ook weer kunt leren verdragen wanneer de verbinding weer eindigt, want er is nooit een verbinding tussen mensen die er continu is. Dat zou killing zijn als dat zo zou zijn. Maar dat lijkt wel vaak ons verlangen. Maar om te leren om te gaan met het verbinding maken, daarvan te genieten en het weer los kunnen laten en weer bij jezelf kunnen zijn. Om daarna weer in een nieuwe verbinding te kunnen gaan. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen hiermee. En ik zal het boek van Hannah Kuppe ook noemen in de beschrijving onder dit filmpje. Het is echt een aanrader waarin ze ook heel veel voorbeelden geeft van zichzelf, maar ook van andere mensen, wat ze tegenkomen in de relaties, met zelfs de conversaties die daarbij horen. Het is echt een prachtboek. En ik deel ook de link naar meer filmpjes die ik heb gemaakt over traumaheling en over relaties. En mocht je jouw ervaringen willen delen bij de reacties onder dit filmpje, dan ben je van harte welkom.